Water is belangrijk in de boomteelt. Het zorgt dat we een goede start aan onze planten kunnen geven, dat ze ook goed verder groeien en in een blakende gezondheid blijven. Waterschap Brabantse Delta is een belangrijke partner hierin. Zij zorgen ervoor dat we in tijden van overschot het water goed af kunnen voeren, maar zeker ook dat we water kunnen bufferen voor de drogere periode. Het beleid van het waterschap is mede gebaseerd op metingen die verricht worden. Hier zien we een grafiek van de grondwaterstand gedurende 2 jaar. De zwarte lijn, dat is de lijn die de afgelopen 2 jaar gemeten is. De groene lijn is de gewenste lijn. Duidelijk is te zien dat we de afgelopen 2 jaar behoorlijk veel water tekort hebben gehad. En als we dan kijken op de kaart van het waterschap Brabantse Delta, zien we natuurlijk dat we 5 meetpunten in de gemeente hebben die allemaal op groen staan. En hoe ziet zo'n meetpunt er nou uit? Nou, dat is eigenlijk niet meer als een paal. En die paal, dat is deze. Het grondwatermeetpunt. Dat grondwater, dat gebruiken we onder andere om de velden met boomkwekerijgewassen goed te laten groeien. Hier staan we bij boomkwekerij Lodders. Sterker nog, hier voor me staat Mark Lodders. Mark, het waterbeheer op jouw bedrijf, is dat de laatste jaren veel veranderd? Ja, dat kun je wel stellen. Met de afgelopen droge zomers die we gehad hebben, hebben we heel anders moeten gaan denken over water geven. We zijn dus begonnen om te gaan druppelen. Waar we eerst volle bak met kanonnen over de kop regenden, zijn we nu bij een aantal percelen gewoon begonnen met druppelen. Dat willen we ook hier weer verder gaan doen. Dat gaan jullie hier ook doen? Ja. Dus hier tussen deze planten? Komt straks een druppel irrigatie. Dat is nog niet aangelegd, maar dat wordt binnen nu en 2 weken aangelegd. Maar hoe ga je dan dat toch weer een keer zo tussen deze, dat is eiken, kwerkers rober, tussen deze eenjarig, tweejarig? Eenjarige. Eenjarige kwerkers rober. Dat zal ik je laten zien in een filmpje. Oké, we starten het filmpje zo meteen.